Hallo en welkom, mijn naam is Robin en net zoals iedereen heb ik een persoon in mijn muur wonen. Als ik goed luister, kan ik hem horen rondschuifelen in mijn slaapkamer. En een tijdje geleden maakte ik een video over dat ik iets bij eBay besteld had en dat het maar niet aankwam, maar dat ze me wel elke dag een mailtje stuurden. Die video is nu 6 maanden oud. Hij kwam 6 maart 2020 uit. Nu denk jij vast, Robin, ik heb ook een persoon in mijn muur wonen. Dat is heel normaal en inmiddels zal het pakketje toch wel aangekomen zijn? Nee! In die video zei ik dat hij 10 februari had aan moeten komen. Het pakketje is nu 299 dagen te laat wanneer ik dit upload. Ik heb aan alles gedacht. Ik krijg nu nog steeds elke dag een mailtje van ze. Ik heb wel zijn naam veranderd naar eBay Engert. Tijd voor een overgang. Tijd voor de mailtjes. New deals just delivered. Wrijf je er nu gewoon in dat je me elke dag een mailtje stuurt. Savings to beat the heat. Parasol die naar de zon heen vliegt. Wat zou dat dan zijn? Een ventilator of een parasol? Nee, het is 1 schoen. Savings on the items you love. Een paars hartje. Je stuurt me elke dag een mail. En je geeft zo weinig omdat ik een paars hartje van me krijg. Stuur dan maar een blauw als je echt zo weinig om me geeft. Dan Garou, jump in these deals. Dit mailtje is niet eens voor mij, maar voor een of andere kangaroo. You deserve more deals. Ik wil er niet meer, ik zit vol. Dive in the pool of deals. eBay Engert. Ik snap dat het moeilijk is om net uit van die spam e-mailtjes te bedenken. Maar deze zijn gewoon absoluut niet creatief. Hier zijn wat van mijn suggesties. These deals will make you dance. En dan de emotie van een dansend meisje. En vervolgens gaat het over tv's. You might like the moon, but you will like these deals more. New moon face. Saves on your faves. Oh wacht, die is echt en heel smerig. Oké, er is iets fout gegaan wat niet mijn schuld is. Ik heb 1 keer 299 gezegd. Het is 229. En het is niet voor vrijdag. Maar voor zaterdag. Dat is niet mijn schuld. Dan nu wiskunde. Mijn pakketje kwam 229 dagen te laat. Dat is 62,7% van het jaar. 229 dagen is 5496 uur. Een slak gaat hooguit 5 meter per uur. Geloof me, ik heb meerdere bronnen gecheckt. Een slak had dus in de tijd dat mijn pakketje niet aangekomen is 27.480 meter kunnen afleggen. In deze tijd had een reactie-YouTuber 32.970 video's kunnen maken. Misschien denk jij nu, Robin, 229 dagen is 5.496 uur. En dat in minuten is weer 329.760 minuten. En dat gedeeld door 10 is 32.976. Dat weet ik, maar hij heeft ook nog tijd nodig om TikTok-compilatie op te zoeken. Maar hoewel het bewerken van een reactievideo helemaal niet lang duurt, dus je kan er wel 32.973 video's maken in deze tijd. In 229 dagen kan je wel 229 rondjes om Luxemburg lopen. In deze tijd kan je wel 3.664 voetbalwedstrijden spelen. Dat zijn wel 8 doelpunten. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. En jouw opdracht is, hoe vaak had ik de Garfield film Garfield the Movie kunnen kijken? Hij duurt 1 uur en 20 minuten en als ik een Garfield film aan het kijken ben, hoef ik niks anders te doen. Doei!